Welkom bij deze derde video van de reeks en de tweede video over het schrijven van scripts. Hoewel niet iedereen met hetzelfde systeem werkt als ik hier gebruik, is deze video alsnog nuttig voor Windows gebruikers. Het geeft wat meer inzicht in de manier waarop een script voor oplossingen kan zorgen. Om te beginnen is het goed om uit te leggen waar ik scripts voor nodig heb. Ik doe onderzoek naar toekomstvisies ten tijde van het interbellum. Hiervoor maak ik gebruik van de krantendatabase van de Koninklijke Bibliotheek. Op internet is deze database te vinden via de website delver.nl. Voor mijn onderzoek heb ik toestemming gevraagd om met een 15-tal gedigitaliseerde kranten te werken op mijn eigen computer. De complete gedownloade set ziet er zo uit. Het is een map met daarin de 15 kranten. In iedere map staan deze kranten vervolgens uitgesplitst in alle dagen van 1919 tot en met 1939. In een map van een dag staan vervolgens weer één of twee mapjes die aangeven om welke editie het gaat, bijvoorbeeld een ochtend- of avondeditie. Ten slotte staan in zo'n map de artikelen die op die dag in de krant voorkwamen. Ieder artikel staat hier in een apart tekstbestandje. Hoewel deze krantenset erg volledig is, is het echter niet de meest praktische manier om te gebruiken. Voor mijn onderzoek naar toekomstvisies wil ik mij bijvoorbeeld richten op robots. De artikelen die hierover gaan zijn nu nog onvindbaar tussen alle bestanden van de grote krantenset. Onder andere wanneer je met programma's als Mallet en AntConc wil gaan werken, is het nodig om er alleen de relevante artikelen uit te halen. In dit geval zouden dat dus alleen de artikelen zijn waar het woord robot in voorkomt. Over dergelijke programma's als Mallet en AntConc zal ik in latere video's verder uitweiden. Het probleem om alleen de relevante artikelen eruit te halen is een probleem dat opgelost kan worden aan de hand van een script. Om te beginnen is er een commando nodig om alle artikelen op te sporen die het woord robot bevatten. Het command line commando grep leent zich hier goed voor. Voor deze video heb ik een mapje aangemaakt met een kleine selectie aan krantenartikelen, zodat het wat duidelijker is en zodat ik niet door de hele krantenset heen hoef te zoeken, want het kan soms wat langer duren. De kranten waar het woord robot wel in voorkomt, heb ik voor de duidelijkheid de tekst wel Rob ervoor toegevoegd. De andere kranten hebben geen Rob ervoor aan toegevoegd. Ook staat een van de artikelen met het woord robot in een submapje, zodat we een script schrijven dat ook submappen doorzoekt. Mocht het grep-commando niet duidelijk zijn, ik heb in de eerste video van deze reeks stilgestaan bij het gebruik van grep in de command line. Door middel van grep haal ik 3 van de 7 artikelen die in de map staan eruit. Van de artikelen die hieruit komen, klopt het inderdaad dat zij het woord robot bevatten. Om deze artikelen vervolgens te scheiden van de rest, kan het kopiecommando gebruikt worden. Achter cp voer je dan de grep-opdracht in. De grep-opdracht moet tussen accenten, zodat het niet verward wordt met de specificatie van het kopiecommando. Vervolgens kopieer ik de bestanden die met grep gevonden worden naar de nieuwe map robot. Dit werkt allemaal, maar het is veel werk om iedere keer alles opnieuw in te vullen. Daarom kan het ook verwerkt worden in een script. Het handigste is als ook niet iedere keer het script bijgesteld hoeft te worden wat betreft de zoekwoorden, maar dat die meteen kunnen worden opgegeven. Ik zal de map robot nu verwijderen en het script copy 01 runnen. Direct achter het script schrijf ik nu robot. Hier kom ik later op terug. In Terminal kun je nu al zien dat het copy-commando wat we net ook hebben uitgevoerd er staat. En in de Finder kun je zien dat er een map robot is verschenen. Een snelle check laat zien dat hier opnieuw de goede 3 artikelen in zijn geplaatst. Als we nu kijken naar het script, staat bovenaan als tardir de map waar de artikelen naartoe moeten worden gekopieerd. Het $apenstaartje houdt in dat hier het woord komt te staan dat je direct na het script invult in de command line, zoals ik net deed. Vervolgens staat er een commando wat de map maakt, eveneens met het woord dat ik heb ingevoerd. Als eerste wordt nu dit commando uitgevoerd en wordt de map robot aangemaakt. Vervolgens staat er voor a in bash argv. Dit vertaalt zich als voor de variabele, hier weergegeven als a, in bash argv. Bash argv, zoals het hier staat weergegeven, is houdt praktisch hetzelfde in als het $apenstaartje. Bash argv zijn de argumenten die na de scriptnaam in worden gevoerd.
Als eerste wordt het woord dus weergegeven met een echo-command. En vervolgens wordt het grep-commando opgesteld. Dan gaat het script verder en wordt het copy-commando opgesteld waar het grep-commando in verwerkt zit, hier weergegeven als str. Dan wordt het copy-commando weergegeven in de command-line en vervolgens uitgevoerd. Hoewel dit script goed werkt, kan het zijn dat er al een map robot bestond en daar nu alle artikelen in bij worden geschreven. Hoewel dit misschien niet erg is voor deze drie artikelen, is het dat wel wanneer het om veel grotere hoeveelheden gaat. Hier komt het volgende scriptje van pas. Als eerste wordt hier de variabele i aan 1 gelijkgesteld. Vervolgens wordt er een while loop gemaakt. DearName geeft de map aan die gemaakt moet worden. Achter het woord dat met het script mee wordt gegeven, komt ook een 1 te staan. Dit kun je zien aan het dollarteken i. Vervolgens wordt met testdir het commando aangegeven wat kijkt of de map bestaat. Als nu vervolgens deze test wordt uitgevoerd, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of de map bestaat al. In dat geval wordt er bij i 1 opgeteld. Als dit gebeurd is, wordt er voor een tweede keer door de loop heen gegaan. I heeft nu een waarde van 2, wat zich ook zal uiten in de i's die in dearname en testdir staan. Als testdir wordt uitgevoerd, dan kan het ook zijn dat de map nog niet bestaat. Dit kan meteen de eerste keer zijn, of nadat er al een x aantal keer door het loopje heen is gelopen. In dit geval dat de map nog niet bestaat, wordt het commando gelezen om een map te maken, met de naam en locatie van dearName. Dit wordt uitgevoerd en wanneer het script bij break komt, gaat het uit de while loop. Het script kan vervolgens worden samengevoegd met het eerdere script wat leidt tot het copy 02 script. De grijze commando's bovenaan is het oorspronkelijke script waarmee een map werd gemaakt, maar wat nu overbodig is. Als ik dit nu run, met het woord robot erachter, wordt de map robot 1 aangemaakt, met de drie artikelen erin. Als ik precies hetzelfde herhaal, wordt nu een andere map, robot 2, aangemaakt, ook met dezelfde artikelen erin. Nu is dit maar een klein voorbeeld van de manier waarop ik een script voor mijn onderzoek gebruik. Maar het is wellicht interessant om deze werkwijze te zien wanneer je zelf data moet selecteren. De mogelijkheden van scripts gaan dan ook veel verder dan dit voorbeeld. Zo kun je dit script ook uitbreiden om naar artikelen te zoeken die meerdere woorden bevatten. Bijvoorbeeld niet alleen robot, maar robot en huishouden. Voor als je verder wilt gaan met het leren van scripten kun je met veel vragen goed terecht op het internet. Omdat de scripttaal al lange tijd hetzelfde is, is er een accumulatie van vragen, hulp en antwoorden te vinden op diverse fora. Door de vraag die je hebt te googlen, kom je vaak al een heel eind.